15. Bert weer het gehaald, jongen. Ja, ja. Even tegen mijn broertje. Hij gaat 100 euro geven als ik op de top sta. Jongen, kom op nu met die 100 euro. En al die mensen die dachten hij gaat het niet redden, kom op nu met die donaties. Kom op, nu is het moment. Ik heb er niet voor niets gedaan. Oh, het is een heftig, hè? Het is echt heftig. Het is echt ontzettend heftig. Het is ook prachtig om te doen en het geeft waanzinnig veel voldoening. Ik denk dat mijn benen straks helemaal kapot zijn, maar dat maakt me helemaal niks uit. Ik heb het gedaan en jullie gaan het vanmiddag doen. Jij gaat nog een keer, hè? Nu dan. Ik heb vanmorgen al gedaan, je gaat nog een keer, hè? Luc, jou ziet er zo in. Jawel, jawel, je gaat gewoon nog een keer met de vrouwen straks. Om 4 uur starten jullie. En ik ga jullie binnenhalen, echt waar. Jij moet lekker bijkomen, jongen. Het is, ik ben heel erg trots op je. Wel zeer trots op je. Moet je voorstellen, al die, zijn mensen die 6 keer gaan, hè? Ongelooflijk. Echt diep respect voor al die mensen die dat doen. Dat is echt, is gewoon niet te doen. Dat is onmenselijk. 1 keer kan. Maar het is echt ontzettend zwaar. Ik had goed getraind, dat kan ik nou rustig zeggen. Ik had goed getraind. Iedereen vroeg, ben je er klaar voor? Dan kan ik mijn terugwerkende kracht zeggen. Ik was er dus kennelijk klaar voor. Maar het is echt heel zwaar. Er zijn momenten halverwege dat je denkt, hé, nou gaat het even. Maar 3 minuten later, dan heb ik het zelf meegemaakt vanmorgen. Dan denk je, wat is er aan de hand? Het gaat helemaal niet steiler dan net. Ik schakel hetzelfde verzet. Ik trap net zoals ik net trapte. En toch doet het zo verschrikkelijk veel pijn. Hoe kan dat nou? Het is onverklaarbaar. Oh, wat ben ik blij dat ik het gedaan heb, want nou weet ik wat ze allemaal voelen. Ik sta hier nou voor het 3e jaar en nu weet ik eindelijk wat ze allemaal voelen onderweg. En wat ze doen en waar ze het voor doen. Oh, geweldig. Goed, hè? Oh, super. Echt. Oh, we hebben een speciale ontvangst voor je geregeld, want als het goed is, staan de powervrouwen je op te wachten. Nou, daar zijn ze dan. Bij de boom. Ik wil zoenen, heel veel natte kleffen, zweetzoenen willen geven. Kijk, daar komen ze. Waar staan ze? Als ik opzij ga, dat de rest ook naar binnen kan.